Dat was hier toegekomen voor u. Ah. Dat zullen mijn panini-stickers zijn. Huh? Zeg, eindelijk. Oh. Ja, ja, hier. Oh. Hier, ja. Frans Beckenbauer. Pelé. Cruijff natuurlijk, hè. Hier. Hoe komt jij daaraan? Dat is ook... dat is via het internet allemaal, hè. Ja? Hey, amper 30 euro voor 10 van de allergrootste voetbalhelden. Oh, 30 euro voor een paar stickers? Ja. Paul, ik ga het u niet zagen, maar... Nee, maar je gaat het wel doen. Ik gun u uw pleziertjes, maar je moet ophouden met zomaar geld weg te gooien, hè. Ja, weet jij hoeveel dat ze hiervoor gaan betalen over 50 jaar? Over 50 jaar zijt jij al lang opgegeten door de pieren. Nee, ik wil niet dat je zo'n dingen koopt. Beloofd? Ja, oké, beloofd. Maar mag ik nu verder werken? Want Het is toch waar, hè? We zouden beter dat geld kunnen gebruiken hier in ons eigen huis, want ziet ons hier zitten. Mm. Nog geen binnendeuren, nog geen keuken, kale muren. De badkamer moet nog betegeld worden. Mm. Huh? Allee, ja, het is toch precies alsof we hier kamperen in ons eigen huis. Kamperen, dat is toch tof, hè? Het wordt tijd dat jij eens de handen uit de mouwen steekt. Tja, ik heb nog niet genoeg te doen. Zeg, ik moet hier allemaal toetsen nakijken. Ik zit verslagen maken. Maar we zouden toch eens gezellig met ons tweekens wat kunnen schilderen. Het zou onze relatie ook nog ten goede komen. Mm. Ah! Ah! Wat doet jij nu? En je moet mij ook nog niet vragen of ik mij pijn gedaan heb. Heb jij je pijn gedaan? Ik ben die beu, hè. Altijd mijn leven riskeren als ik die was naar boven wil brengen. Wij kopen een nieuwe trap. En rap. Die trap die kan toch nog wel wachten? Ja, moet ik eerst verongelukken? Dat is ook een oplossing. Hè? Ik zeg, dat is toch ook geen oplossing? De oplossing is er. Een stevige trap. En daarmee basta. Ja, ja, de dames en heren. Pas op, want nu gaat je allemaal nogal ogen trekken. Hey. Maar Paul, alstublieft, geen striptease, want ik ga juist deden. Hé, zeg maar, dat is een voetbalshirt van Johan Cruijff. Ja. Is dat een echt? Ja, dat is helemaal authentiek en dat is nog niet gewassen, hè. Ja, maar Cruijff is altijd mijn voetbalgod geweest en nu heb ik eindelijk zijn truitje. Amai, zeg, wat heb je daarvoor betaald? Veel, veel, maar dat had nog 10 keer meer mogen kosten. Oh, ja, hè? Ja, ja. Ja, je weet niet wat dat doet om een truitje van zo'n grootte om dat op je huid te voelen. Paul de Tremmerie? Oei, ik denk dat je zelfs nog iets anders gaat voelen. Komt juist terug van de bank. Ah ja? Ik ging geld afhalen voor onze trap, hè? Hmm. Weet je wat ze mij daar zegde? Nee. Dat onze spaarboek leeg is. Leeg? Oh, de bank is er met ons geld vandoor. Zeg, dat zijn toch smeerlappen. Ja, de bank. Jij, ja? Je hebt weer dure tiketten gekocht, hè? Ik heb geen tiketten gekocht. Oh, nee. Deze keer is het een truitje. Oh, een truitje? Mm-hmm. Dan moet dat wel een heel speciaal zijn. Ja, van de meest geniale voetballer aller tijden. Wat? Van Johan Cruijff. Wat is dat hier? Ja, zo. Oh, 3700 euro voor een stom truitje. Ja, ja. En dan stinkt het nog naar het zweet, hè? Ja. Van een Hollander. Doortje, maar je moet niet kwaad zijn. Nee, het geld is voor een goed doel. Oh, om een voetbalclub te redden, of wat? Nee. De opbrengst is ten voordele van de bescherming van de met uitsterven bedreigde drietenige luiaard. Ten voordele van wat? Van de bescherming van de met uitsterven bedreigde drietenige... Ik denk dat er hier zelfs nog iemand met uitsterven bedreigd is. Dat is echt de druppel, hè. Het is gedaan tussen ons. 3700 euro voor... Zot! Ik wil u nooit meer zien. Allee, Doortje. Denk toch ook eens aan die drietenige lui. Cruijff krijgt rood bij gedacht. Zij meent dat niet, hoor.
Nee, zo nee. Klonk ze toch niet. Nee. Maar waar gaat je nu slapen? Ja, met mijn vrienden zeker. Hè? Voorzitter. Hé? Ja, kom hè. Als ik je nu durf binnenlaten, hè, dan trekt u maar dan mijn moustache van mijn gezicht, mijn gedacht. Xavier, mag ik... Wel, Nee, Sjoeke. Wij steunen Doortje. Ja. Ja, ik ook. Je bent te ver gegaan, hè, Paul. Paul, je mocht bij ons op de zetel komen slapen. Oké, dank u. Nee, Bieke. Dat wil ik niet. Wij moeten denken aan de opvoeding van onze dochter. Ja, wat heeft dat met Paul te maken? Ja, alles, hè, Bieke. Paul is toch in de fout gegaan, of niet soms? En ik wil dus niet dat er iemand bij ons logeert die een slechte invloed zou kunnen hebben op Paulientje. Voilà. Mark. Ja. Ja, sorry, Paul. Maar zolang dat jij je leven niet betert, komt je er bij ons niet in. Schoonvrienden, zeg. Ja. Ah, misschien kunt je bij Fernand gaan logeren. Ja, op zijn nieuw duivenkot zeker. Ja, sorry, maar ik heb geen goesting om mij te laten onderscheiden. Ja, waarom niet? Je zit toch al in de shit. Mannen, ja, maar zeg, mannen, nog iets hè, dat veel mensen niet weten. Dat is dat Cruijff in het begin. Die speelde in het begin met nummer 9 bij Ajax, hè? Ja? Ja, ja. Ja, zeg. Maar dan moest, ja, hij moest dan onverwachts invallen in het eerste team. Ja. En toen hadden ze alleen nog maar het truitje met de nummer 14 vrij, hè? Ja, maar Cruijff speelde die match zo fantastisch dat hij daarna altijd hier met die nummer 14 heeft gespeeld. Oh! Zo. En heeft zijn vrouw hem daarna ook buiten gesmeten. Ja, Paul. Wat gaat je nu doen met Doortje? Tja, niks. Huh? Zij heeft het uitgemaakt. Hè. Zij moet een eerste stap zetten. Zo. Ja. Ja, maar jij bent wel in de fout gegaan. Oh. Oh ja? Ja. Heb ik haar bedrogen? Nee. Nee. Huh? Heb ik haar geslagen? Nee. Oh. Nee. Ik heb gewoon een truitje gekocht. Hè. Voor 3.700 euro. En echt waardig, hè? Ja, jij kent Doortje toch, hè? Ja. Ze moet gewoon even stoom aflaten en morgen heeft ze er al spijt van. Ja. Jij zou wat beter spijt van krijgen, Paul. Ja, en je gaat maar een chocomelk drinken. Hey, brilsmurf. Wacht maar tot ik dat aan Doortje heb verteld, hè. Zeg, Paul. Ja. Als je wilt, kan ik u aan een tentje helpen van het leger. Ja, maar. Ja, wel. Dan kun je kamperen op het voetbalveld. Ja, merci, ja. Zit je toch niet een klein beetje in de put? Waarom zou ik? Ik heb een authentiek truitje van Johan Cruijff. Ela, wie kan dat nog zeggen? Haha, Johan Cruijff. Ja. Voilà. Zeg, nog eens bedankt, hè, Nicola, dat jij mij mee naar huis wilde brengen. Stom van mij van mijn lichten aan te laten. Ja. Het is vandaag uw dag niet, hè? Oh, nee. Tijdens de repetitie heb je er ook serieus naast gezongen. Ja, alles gaat mis. Alles, alles, alles. Het gaat niet, hè? Nee. Ik heb mijn pol buiten gegooid. Want niks geeft hier nog om mij, hè? Niks. Die zou nog liever hebben dat ik mijn nek breek dan dat hem een nieuwe trap moet aanschaffen. Oh, ik haat die zo. Ik haat die. Ik haat die. Oh, sorry. Oh, heb ik u pijn gedaan? Nee. Daarbij kan tegen een stootje als dat oplucht. Echt? Oh. Ik voel me al veel beter. Dat is goed. Als er nog iets is waar ik mee kan helpen, vraag het maar. Wilt je blijven slapen? Slapen? Zo direct? We kennen elkaar nauwelijks. Ja, maar ik wil liever niet alleen zijn vanavond. Oh. Rustig. Rustig, Nicola. Kalm, kalm. Goed zo, oké. Ze wil u. Ze heeft u nodig. Vanavond gaat het gebeuren.
voor de eerste keer. Alsjeblieft. Ja, je zult dat wel nodig hebben op de zetel, hè. Op de zetel? Ah, ja. Ah, ja. Zo direct bij elkaar in bed kruipen, dat is nog ietsje te vroeg, hè. Ja, ja, ja. Veel te vroeg. Maar, ja, ik heb geen pyjama bij. Ah, oh. Ja, maar dan kun je een van Paul lenen. Ene met streepjes of ene met ruitjes. Of... Heb je er ene met beertjes? Sorry, hè. Ja, streepjes dan. Ik ben zo blij dat jij er bent, Nicola. Heb je pijn gedaan? Ze zien me graag. Yes! Kingspoel, waar zijn jij mee bezig? Ja, ik was mij, hè. Ja. Dat zou jij beter ook eens doen. Ja, dat wil ik niet zeggen, maar wat doet die tent hier, zeg? Dat is mijn tijdelijke verblijfplaats, hè. Totdat ik terug binnen mag van ons doortje. Ja, maar zeg, jij kunt hier zomaar niet kamperen, hè, zeg. Ja. Jij mijn klanten weg. Ja. Ik stel voor dat we dat hier in der minne regelen, hè. Waar regelen? Wel, vergoeding. Wegens verminderd inkomen. Oh. Zeg, Paul, en zeg, openbare zedeschennis, hè. Oh. Oei, oei. Kom, geef me 500 euro en dan laten we dat blauw. Vergeet het. Ah, je wilt niet? Ja. Bon, ik sta dus niet in voor de gevolgen, hè. Ah! Oh, sorry, Fernand. Ja, nu zijn er dit jaar toch al eens gewassen, hè. Bam, bam, bam! Miserie, miserie, miserie. Allee, waar blijft ze nu, allee? We hebben van de week nog controle fiscaal en ze moet nog in mijn boekhouding uitmesten. Ja, dat schaap zal in de put zitten, hè. Maar ja, Doortje is dan ook niet zo sterk als ik, hè. Allee, ik zou daar niet van afzien, nee? Na, 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 na. Jesus Christ, superstar. Na, 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 na. Jawel, moet jij hier in de put zitten? Daar heb ik geen tijd voor. Het leven is te kort om te treuren. Hier klopt iets niet, hè. Doortje, wat is er gisteravond gebeurd? Je hebt het terug bijgelegd met Paul. Zeg, ik wist het, hè. Een nozel, Trees. Man, nee. Nee? Wat dan wel? Ja, zeg het. Of ik ontplof. Ik heb iemand nieuw leren kennen. Oh? Nicola. Dat is iemand van het zangkoor. Allee, ons tante Nonneke heeft een zingende pater gevonden. Het is een hele romantische man. Zo, ach, helemaal anders dan Paul. Zo lief en attent. En die heeft mij zelfs deze morgen een ontbijtje klaargemaakt. Hij is toch nog niet blijven slapen, zeker? Toch wel. Oh. Die nonnekes van tegenwoordig. Op de zetel, hè. Ja, maar dat gaat ook, dat gaat ook. Hij heeft mij ook uitgenodigd voor vanavond naar een musical te gaan. Hij komt mij ophalen om 6:00. Oh. Jij laat er ook geen haar over groeien bij gedacht. Ik wil Paul zo snel mogelijk vergeten. Ah. Is dat van hem? Wat schrijft hem? Dat is privé, Carmen. Ik mis je kruisje, kruisje, kruisje. Kruisje? Voilà, Johnny, kruisje. Hoi, dag allemaal. Hey, Paul. Ah, wie we daar hebben, Johan Cruijff. Mama. Een tomatensoepje voor mij, Xavier. Jo. Ja, Sjoeke? Zeg, Doortje heeft al een andere. Ene van het zangkoor.
Nee, zeker Nicola. Wat blief? Doortje heeft al een andere. Een van het Zangkoor. Nicola. Ja, ja. En ze gaat er vanavond mee naar de musical. Ze gaat er vanavond mee naar de musical. We hebben het u allemaal gezegd, hè. Doortje, die is zo niet. Die speelt nu gewoon een spel om mij uit te dagen. Dat heeft nu lang genoeg geduurd, hè. Carmen, geef Doortje eens. Oh, ze komt net binnen. Momentje graag. Uw ex. Ja. Wel, hoe zit dat met die Charles? Je hebt weer uw mond niet kunnen houden, zeker? Zeg, voor die ene keer dat ik eens iets verklap. Zie. Ten eerste, het is niet Charles, maar Nicola. Ten tweede, dat is een hele fantastische, romantische man. En ten derde, hè, het zijn uw zaken niet. Nu gaat jij toch wel die school naar mij moeten luisteren. Ik wil dat jij onmiddellijk stopt met dat gedoe. Wat? Hallo? 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 Ja, dat is Jessica. Ja, ze moest zo dringend weg. Nee, het komt goed, hoor. Dat is goed, ja. Ja, ik was in de buurt en ik dacht, ik ga eens kijken hoe het met Doortje is. Ja, dat is heel lief, maar ik ging wel juist vertrekken. Oh, maar ik blijf niet lang. Oh, Doortje, heb jij misschien een waterke? Er zit een kribbel in mijn keel. Een waterke, ja. Ja, ik was toevallig in de buurt. Je moet wel dadelijk vertrekken. Oh, maar ik blijf niet, hoor. Ah, dag Pascal. Dag Carmen. Oh, hey. Je waart in de buurt en je blijft niet. Ah, hoe weet jij dat? Oh. Hey. Hey. Doortje, mijn waterke voor mijn kriebel. Nu weer! Oh. Alsjeblieft. Oh, merci. Oei, je hebt bezoek? Ja, dat zijn vriendinnen, maar ze gingen juist weg, is het niet? Doortje, mijn waterke. Ja. Pascal, jij hebt toch een café? Jij kunt daar toch drinken? Alsjeblieft. Oh, zeg dat. Oh. Ja. Verzorgd. Wat ouderwets. Hè? Proper gewassen. Witte sokken. Excuseer. Ah. En nog agressief ook. Ja, zeg, nu is het genoeg. Bedankt en tot ziens. Oh, alsjeblieft. Oh, merci. Ik zal uw jas even naar de vestiaire brengen, mijn engeltje. Oh. Je bent zo'n charmeur. Oh, oh. Hola. Sorry. Ja. Alsjeblieft. Merci. Doortje, wij moeten dringend praten. Dat is mijn ex. Aangenaam. Ja. Praten. Ik heb u niks meer te zeggen. Oh, kom, hou op met die arme jongen zo te misbruiken. Wat blief? Ja, sorry, maar je moet ze een klein beetje kennen. Hè? Ze probeert mij te straffen door mij jaloers te maken op haar. Oh, maar dat is echt niet waar. Nicola, hè? Dat is mijn ridder op het witte paard. Oh, jij speelt gewoon een stom spelletje. Oh, spelletje. Hier, noemde jij dit een spelletje? Hm.
Ja, daar trap ik niet in, hè. Allee. Hé, Doortje, zeg, kom. Allee. Ja, maar die cinema heeft hier nu lang genoeg geduurd, zo, zeg. Je, Doortje, je moet... Ja, de mensen willen passeren, Doortje. Oké, ik geef u nu nog één kans. Hè? Als jij nu onmiddellijk stopt met kussen, dan neem ik u nog terug. We slapen er nog een nachtje over, maar morgen vroeg is het uw allerlaatste kans, hè, Doortje. Wow. Links, rechts, hè, mannen, allemaal, hè. Links, rechts, hè. Goed, met de tempo. Ja, maar toch, hè. Doortje. Ik wist dat ze niet zonder mij kon, hè. Voilà, nu kunt je het wat gezellig maken in je nieuwe woonst. Wacht, Doortje. Ik zal wel helpen uitladen. Doortje, laat mij alstublieft terugkomen. Het is heel koud in de tent, hè. Het regent ook binnen. Oh, ja. Kamperen is toch tof? Hier. Dan heb ik meer plaats voor Nicola. Salut. Ha, Doortje. En de groeten aan Nicola, hè. Komt het allemaal nog terug goed? Ja? Kan u mij de onkosten van het derde kwartaal eens laten zien? Ja. Mevrouw Wadoek? Ah, ja, ja, natuurlijk. Wol? Nee, nee. Ik ben uw ridder op het witte paard. Oh. Als jij denkt dat die Nicola de enige is die romantisch kan doen. Geen wonder dat ik ween. Dat ik ween van de pijn. Nu dat wij in het leven niet meer samen zijn. Maakt u belachelijk. Oh, 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 Doortje, kom bij mij. Oh, 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 dicht bij mij. Zie je niet mijn verdriet. Oh, oh. Paul Zever is niet. Dat is Paul Zevers wel. Doortje, ik wil het gewoon allemaal goed maken. Ja, maar ik zal u elke ochtend ontbijt op bed brengen. Hè? Ja, en uw voetjes masseren. En alle dagen afwassen. Niet geïnteresseerd. Ja. Ah! Wel. Dan moet hij los, hè, man. Ja. Rustig, hè. Rustig. Oké. Okay. Pas op. Ja, Ella. Ja, pas op. Oh. Mijn neus is gebroken, man. En ik voel het. Ja, zeg. Laat een keer zien. Het is gebroken. Sst. Nee. Het is oké. Okay. Het is gewoon een schaafwonde. Ja. Maar ja. De verband, ons. Ja. Dat komt ervan, hè. Als je neus in andere mans zaken steekt. Wat zeg. We weten hoe jij over de situatie denkt. Zeg nu maar. Ja. Ja, één ding is zeker. Je zult straffer uit de hoek moeten komen als je Doortje wilt terugwinnen. Ja. Je zult dus een goed gesprek met haar moeten hebben. Op neutraal terrein. Ja, maar Doortje, die gaat er nu niet van willen weten. Ja, dan zult je haar moeten lokken. Maar, ja. Als jij haar nu eens opbelt, je zegt, we moeten praten. Ja. Ja? Zij komt naar hier. Paul die staat daar op te wachten. Ja. Hè? En, oh, ik moet liegen tegen Doortje. Ja, maar om best wil. Ja, best wil voor wie? Ja, maar, liegen is zonde. Ah. Allee, maak je. Allee, vooruit. In naam van de liefde. Yeah. Want Bieke, stel nu Doortje komt. Hè? En dan?
Hoe moet ik haar dan terugwinnen? Je organiseert een etentje. Je huurt een orkestje in. Ja, zeg, wat gaat het allemaal niet kosten? Veel minder dan dat belachelijk truiken. Ja. En trouwens, voor de liefde moet je iets over hebben. Ja. Je weet wat doen vanavond? Ja. Het is een voorronde match in de Aziatische voetbalcup. Ja? Noord-Korea speelt tegen Zuid-Korea. Ja, Mieke, vanavond dan, hè? Goedenavond. Goedenavond. Is Pascal hier niet? Ah, dag Doortje. Ik zei het er al. Ik wist dat jij hier achter zat. Doortje, wacht. Doortje. Luister. Doortje, alstublieft, blijf. Luister. Als ik het deze keer verknal, maar dan zal ik u echt nooit meer lastigvallen. Maar alstublieft, blijf. Hè? Doortje. Please. Allee, ja, oké, ik zal blijven, maar... Je gaat er echt geen spijt van krijgen. Ja? Allee, kom. Echt niet, hè? Zo. Dank u. Ja. Alsjeblieft. Zo, ze. Amai. Echte champagne. Ja, ja. Jij verdient dat. Zo zeg, voilà. Allee, verdomme, ben ik nu eens een beetje bezig. Maar rustig, hè, Paul. We hebben toch tijd? Ja, tijd. Straks begint wel mijn voedsel in de keuken over te koken. Doe het dat op. Eerst zeg. Voilà. Is goed, hè. Ja, dank u. Ja, alsjeblieft. Ja. Op ons, hè? Op ons. Ja. Een momentje, hè? De voeding. Ja, ik ben zo terug, hè? Hier, Doortje, dat is voor als het een beetje langer duurt. Dan... Goed. Ai, ai, ai. Domme toch. Ja, ziet, ze zijn wel begonnen natuurlijk. Ah, het is ook nul. Oh, miljard. Doortje, het voorgerecht. Mag... Ah, ja, het is een slaatje van gerookte eendenborst. Zo, alstublieft. Hebt u nogal uitgesloofd? Ja, er staat dan ook heel veel op het spel, hè, Doortje. Hè? Onze relatie. Jij weet niet hoe gelukkig dat je mij nu maakt. Zo geeft je mij echt gevoel dat ik nog iets voor u beteken. Ja. Je bent zo gulzig. Huh? Je hebt precies zo'n haast. Haast? Nee. Ja, maar ik wil alleen niet dat het slaatje dat het koud wordt, hè. Huh? Maar een slaatje is toch koud? Ja. Ik wil niet dat het niet warm... Ik wil dat het mag niet warm worden, zeg ik. Ja, sorry, Doortje, maar ik moet dingen terug naar mijn vuur. Ja. Eet op uw gemakje verder. Goed. Dan... Ja, mannen, kom. Doortje, hier. Dat is dan ook voor nog als het een beetje moest langer duren. Dan. Hey, kom aan, rapper. Ja, het schieten, je moet schieten. Maar. Kom, nu zo hoog, zeg. Ja. Ja.
En, heeft het gesmaakt? Oh, het was heerlijk. Ja, voilà. Zeg maar, kom nu toch eens bij mij zitten. Dan kunnen we wat praten. Ja, moet dat? Nee, Doortje, ik bedoel, praten, dat kun je nog altijd. Hè? Ja, nee? Of anders dansen, hè? Mm. Komt. Dansen? Ja. Nou, even, man. Hè. Ja, dat liedje. Ja. Dat doet mij altijd denken aan Firenze. Weet je nog, de eerste keer dat we samen op reis waren, toen dansten we daar iedere avond op, hè, in de pianobar. Zo. Zalig een tijd. Weet je dat niet meer? Ja, ja, zeg maar. Bos. Ja, nee, de voeding. Zo, ik ben zo. Hè? Hier, voor als het wel langer duurt. Hè? Amai. Goed gepakt van Nicky, precies. Nee? Op links? Hier? Ja, dat is het hier. Schitterende pas, jongens. Oh. Communiceren daar. Is het? Pas op toch, achter u. Oh. Is het spannend? Ja, het is penalty. Komt erbij zitten door. Door. Jij zit hier gewoon naar die stomme voetbal te kijken terwijl ik daar zit te wachten. Jij hebt je laatste kans verkeken, hè? Doortje, allee, wacht nu toch. Je moet... Ja, even hebben we die penalty ook nog gemist. Ja, een theetje voor u. Ik wil mijn Paul nooit meer zien. Nee, ik wil alleen mijn energie steken in een man die mij echt graag ziet. Oh, proficiat, Doortje. Echt, proficiat. Nicolas. Doortje, hij draagt witte sokken. Niet meer. Ik heb hem gerestyled. Ja. Oh, hey, proficiat. Oh, my. Doortje. Oh. Doortje, hallo. Ik wil mij excuseren voor gisteren. Hè? Ik weet dat ik alles verpest heb. Maar hier, ik wil u iets geven, Doortje. Hé, hey, ik moet niet. Doortje. Oh, allee, Doortje. Wilt je nu niet weten wat daarin zit? Ja. Nee, dat wil ze niet. Nee. Ja, maar ik wel, ze. Wat verteken je? 5000 euro. Oh. Heb ik. Dus 5000 euro. 10.000, zoals ze zegt. Ja. Doortje, ik heb het truitje van Johan Cruijff heb ik doorverkocht. En hier, al dat geld, dat is voor de trap. En dat is voor de binnendeuren. Hè? Geef me nu nog een kans. Hè? Allee, please. Heb jij dat truitje speciaal voor mij verkocht? Ja. Dat is omdat ik u graag zie, Doortje. Zeg, ik weet dat ik niet perfect ben. En ja, ik ben soms eens egoïstisch. Ja. Oh. Ik ben dikwijls egoïstisch geweest, dat is juist. Ja. Maar ik wil veranderen, echt waar, voor u. Vanaf nu komt jij altijd op de eerste plaats. Echt. Oké. Okay. Ik ben geen egoïst. Misschien moet je Paul nog één kans geven. Maar weet, ik zal er altijd voor u zijn. Oh, Nicola. Oh, jij bent zo'n schat. Hm. Nicola. Kom, meneer. Zeg, ik wist het, hè. Ja, mannen met witte sokken, daar scheelt altijd iets aan. Ja. Allee, kom. Opzij, Nicola. Tournee, generaal. Ja. Maar wij gaan deze avond een goed gesprek moeten hebben, hè, kerel. Ja, ja, maar dat gaan we doen. Hela, hola. Het is wel voetbal vanavond op tv, hè? Ja, Milan speelt dingen Barcelona tegen Milan, is zo. Paul! Ja, Nicola! Nee, hé, Mark, je moet... Nee, nee, Doortje, je denkt al niet dat ik kan... Nee, vanaf nu komt jij ook voor het voetbal, hè? Ja? Ja, ja. Oh. Ja. Oh. Oh. Yes. Wat? Nu al? Nee, nog niet.